Vanaf het begin van het christendom verspreidde zich de idee dat waarachtig christelijk leven niet met aardse genoegens kan samengaan. Iedereen was ervan overtuigd dat de woestijn de ideale plaats was om niet alleen de bekoringen, maar ook de lauwheid van de wereld te ontvluchten. Daarom leefde een monnik helemaal alleen. Maar zelden waren ze zo alleen als ze gewenst hadden, daar de faam van hun heiligheid vele leerlingen aantrok. Spoedig ontstonden er gemeenschappen van monniken die in kloosters bijeenleefden. Goedenavond en welkom bij Kruispunt. Welkom bij de speciale kloosterserie op reis. Want deze zomer gaat Kruispunt, net als vorig jaar, op reis langs Nederlandse godzoekers in buitenlandse kloosters. En ik kan u verzekeren, deze Nederlanders wonen op de mooiste plekken van Europa. Zoals vandaag in het land van de Vikingen. In Jutland, Denemarken, waar de zee altijd dichtbij is. Hjertelig velkom her på Sostrup. Jeg er moder Therese her ved disse på stedet. Det er de smilende søster, der bor her. Vi byder jer velkommen på Fage, på Lema og Sjæl. Stranden er ved siden af. Herrens Nåde i Ritmål. Det er regn. Velkommen. Hej, hej. Hej! Ik ben op weg naar Sostrup, naar het Maria Jerte klooster. Daar werken en bidden 17 cistercienserinnen. En ze leiden daar een teruggetrokken leven. Eén van hen vormt de uitzondering op die regel. Ze trekt er heel vaak op uit en heeft een volle agenda. En ik wil weten hoe ze die rusteloosheid combineert met de stilte van dit prachtige klooster hier achter mij. Ik heb het dan over de Nederlandse religieuze Teresa Brenningmeijer. Ze is abdis hier in Jutland en ze wordt aangesproken als moeder Teresa. Ik mag een paar dagen haar gast zijn. U bent abdis hier van de cisterciënzerinnen, maar u bent eigenlijk ook kasteelvrouw. En u bent de baas van een grote boerenhoeve. Wanneer kwam u hier en hoe kwam u hier? Ik kwam hier in 1982, aan het einde van het jaar, op Sinterklaas, 6 december. En, dat is een grote surprise dan. Je weet, als je in het klooster gaat en alles aan God geeft, krijg je het 100 keer terug. Dat is meer dan 100 keer. En vandaar dat kasteel. Ja. Mm-hmm. Dit was dus de hoofdingang van het klooster. Dus hier ben ik ingetreden als 23-jarig jong meisje. En het was werkelijk een puinhoop. Het was vol met katten, 20 katten en aan de 100 eenden en zwanen. Dus je moet je voorstellen, die dieren waren niet opgevoed. Die hadden eerste prioriteit en het was waar je heen kwam, ja, de kattenpoep of wat het ook was. Het was werkelijk een puinhoop. En ik ging hier naar binnen in deze gang en ik moest me overgeven. Het was gewoon een heel spontane reactie. Overgeven. Van de gestank. Van de stank. Van de stank, van oud vlees, van de vochtigheid, van de viezigheid. Met al die eenden, die zusters, die wassen dus niet op. Al die eetresten, die stonden daar. Het was, En dat was uw begin van het kloosterleven? Dat was mijn begin van het kloosterleven, ja. Dit is nou al een enorme puinhoop en rotsen hier, maar het was dus 100 keer zo erg. En ik begon ermee een container te bestellen, maar dat kon ik dus allemaal pas doen toen ik overste was. En per kamer de rotzooi op een container te geven.
So, dit is zuster Elisabeths kamer geweest. Hier had ze haar ganzen en speciaal daar. Daar had ze zwarte ganzen en witte ganzen en haar grote eieren. En ik weet niet wat ze allemaal deden. En uit die ganzenstal hebben we toen een kamer gemaakt voor zuster Elisabeth. Ze was heel klein. En dan deze badkamer ingericht. Zodat ze het meer comfortabel had, meer prettig. Ze was toen al 90. En ik denk dat het de mooiste kamer is van heel dit huis. Of was. En dan moet u nog iets weten. Ik heb altijd tegen haar gezegd, oké, als ik dan in het klooster moet, oké. Maar drie dingen wil ik niet. Niet in een klooster alleen maar met vrouwen. Niet in een protestants land. En niet in een oud gebouw. Kijk eens waar ik me bevind. Dus ik voelde me niet blij en ik voelde me toch geroepen. En ik weet nog dat ik na een half jaar of zo eens een keer dacht, het is te stom, je volgt Christus na. En alle andere boeken en alle andere, waar je wat ziet over andere mensen die Christus navolgen, die zeggen allemaal hoe blij ze zijn, hoe boeiend het leven is, hoe opbouwend alles is. En jij hebt het helemaal niet zo. Dus ik dacht, van nu af wil ik het zo hebben. En ik besloot, van nu af ben ik blij. En ik denk dat dat ook een hele stap vooruit was. En is dat ook wat u tegen mij zegt en tegen al die mensen die soms ook twijfelen en die denken, is dit nou mijn weg? Ja, ik denk, voor mij is één ding een sleutel om de weg van God te weten. Dat wat ik niet wens, maar wat ik als goed zie, dat moet ik doen. Herhalen, dat wat ik niet wens? Wat ik niet wens, maar wat ik wel als in iets goed erkennen kan. Hele makkelijke dingen. Ga ik deze oude vrouw helpen nu die het zo moeilijk heeft over de straat te komen? Maar eigenlijk had ik geen zin, want ik wou nog vlug mijn bus krijgen. Dat zijn twee goede dingen. Die bus moet ik hebben, want ik heb een andere termijn. En daar is een oude vrouw die over de straat moet. Nou, ik wil liever die bus hebben, dus ga ik en help die vrouw. Want het is dat wat ik liever niet doe. En dat is dan het juiste op dit ogenblik. En ik denk dat dit een sleutel is om het nu te leven. Maar u zegt iets wat haak staat op wat in deze tijd gebeurt. Want al die mensen jagen en jakken maar, gaan naar de volgende afspraak. Ja, en zijn de mensen blij? Voelt u dat onze maatschappij blij is? Voelt u dat onze maatschappij wat uitstraalt? Voelt u dat die mensen werkelijk inhoud voelen in hun leven? Of jakkeren ze omdat ze wat zoeken? Iedereen zoekt en zoekt en zoekt en vindt niet. En zolang ik achter mijn eigen voldoening aanzoek, zal ik hem nooit vinden. Deze muur hebben wij iedere winter afgeslaan, kapotgeslaan, om het vocht eruit te halen. En dan hebben we die als jonge zusters weer nieuw opgepoetst. Maar u ziet, het heeft niks bewerkt. Ongelooflijk dat u dat hier heeft volgehouden. God. God maakt alles mogelijk. In mei waren twee René's, dat was mijn naam voordat ik in het klooster ging. Die ene die voelde, God wil me en God bemint me en ik bemin ook God. En dat was echt al iets altijd. En op de andere kant was ik ook het levenmeisje die ervan hield te gaan dansen. Die ervan hield met de boeren op stap te zijn. Sport was alles. Leven. Weinig studeren, weinig naar school gaan. Alles andere. Die René die wilde leven en die René die wilde... Die René die wilde leven, die leefde altijd rustig door. Die had ook vrienden, maar die heeft uiteindelijk tegen een jongen, waar we spraken al van huwelijk, wel wetend wat ik in mijn achterhoofd had. Maar dat was, die René van het leven was sterker. Die echt wilde trouwen, die van het leven wilde genieten. En ik moest toen uiteindelijk tegen hem zeggen, Martin, het spijt me heel erg. Ik voel roeping, ik moet naar het klooster. Dat was heel moeilijk toen en hij begreep er niks van. Mijn taak... Waarbij het huisjes poetsen en schoonmaken en op het kantoor werken, was het strijken. Toen u stond te strijken en hier bezig was om de kamers weer mooi te maken, dacht u dan nooit aan die tijd van de andere René, dat u met Martin was en misschien dat andere leven zou gaan? Martin niet, want dat was dus al af voordat ik ging studeren. Ik ging dus bewust studeren voor mijn roeping. En heb toen ook, toen ik zag hoe moeilijk dat was voor Martin, echt besloten niet meer iets aan te bendelen met een jongen. Want ik kon ook zien hoe verdrietig men een mens kan maken. Hoe men in kan kwetsen.
Hè? Dus ik zei het nooit meer. Dus dat was ook heel makkelijk toen met mijn studie, waar ik bijna alleen maar met jongens samen was. Maar die andere René die graag sport deed, die andere René die graag leefde, ja, die is er vandaag nog. Die is er nog steeds? Natuurlijk. Ja. Speelt die vaak op, die andere René? Die van het leven wil genieten? Ja, die is er dagelijks. Die is er dagelijks? Die is er dagelijks. Ik zou liegen als het niet zo was, ja. Naast het op poten zetten van een op zijn zachtst gezegd niet zo'n georganiseerde kloostergemeenschap, kreeg de jonge Nederlandse Theresa Brenninkmeijer nog veel meer voor haar kiezen. Zoals het opknappen en onderhouden van een middeleeuws kasteel en de bouw van een nieuw klooster voor de 17 trappistinnen. En daarnaast moest ze ook nog het geloof verspreiden in een land waar slechts 0,1% van de bevolking katholiek is. Omdat het klooster op een uur lopen van het strand en aan de rand van de bossen ligt, is het een favoriete vakantiestek in Denemarken. Daarom hebben de jonge zusters zelf de boerenhoeve verbouwd tot vakantiewoningen. Samen met de boerderij is dat hun belangrijkste bron van bestaan. Ja. Nee, zuster, dat is de handen vuil maken, is dit. Dit is de handen vuil maken. Dit is de handen vuil maken en dit geeft gemeenschap. Gemeenschap. En dit geeft gemeenschap, dit geeft de handen vuil maken. Dat is dit wat ik bedoel, dat geeft gemeenschap tot aan het laatste uiteinde van dus, de dus verdient u hier ook eigenlijk de kost mee met dieren, met zeg maar vee wat u heeft? Ik geloof niet de kost, maar ze... Nee. Ze verdienen zichzelf. Ze verdienen zichzelf, ja. Ja. Het werken, hè, is dat belangrijk in het klooster, naast het bidden? Ik denk dat het werken heel belangrijk is om de harmonie van het mens te behouden. Ik zou niet de hele dag alleen maar kunnen bidden. En ik denk ook de kerkenvaders, niemand heeft dat gedaan. Het is heel gezond, die wissel van het werk naar het gebed. Ja, het is gewoon belangrijk voor ons. De afwisseling tussen werken en bidden. Ja, ja. En is dit nou werk wat nut heeft? Het heeft een hele grote nut. Het is, ik denk dat het altijd gezond is, de betrekking tot dieren. De betrekking tot Gods schepping. Het geeft vrede. Het geeft niet in relatie van een vriendschap, maar het geeft toch verantwoordelijkheid. Het geeft
Ja, men werkt met de schepping voor God als dezelfde zusters die in de tuin werken met de groenten. Het is hetzelfde. We werken met de geschenken die God ons gegeven heeft om het dagelijkse leven te leven. En dat is typisch eigenlijk voor de Cisterciënzen, dat we leven van de natuur. Dat we leven van de landbouw. En kan het werk dan ook betekenen dat er soms meer gewerkt moet worden dan gebeden, dus dat u afwijkt van de regel? Ja, de regel is om afgeweken van te worden. Dat is heel normaal. Voor mij staat de liefde boven de regel. En de liefde is bijvoorbeeld ook, als er iets met de duren is, dat gebeurt, dat gedaan wordt. De regel niet, hoeveel, is... hoeveel nachten jij in de stal verbracht? Ik kan het niet tellen. Echt waar, ja? Als er iets is, zijn dieren mee. Ofwel gaan ze dood, ofwel moet je s'nachts... En dan bent u hele nacht hier? De dag of s'nachts, als het nodig is, moet je er zijn. Hè? En dat geldt de regel niet dat u eigenlijk in de kapel moet zijn? De liefde is groter. En de liefde en het respect ook... voor dat wat God gegeven heeft. Sorry, en ik weet dan ook. En ik weet dan ook dat de andere zusters voor mij ook staan binnen. De regel is om er gebroken te worden. Dat maakt de regel levende. De regel die gebroken wordt, is een regel die levendig is. Ja, het is een levende regel. Ja. Hoe lang bent u hier al, zuster Bernadette, in dit klooster? 12 jaar. 12 jaar. En hoe oud was u toen u hier kwam? 17. 17. En u wist toen zeker dat dit uw weg was? Ja. Ja? Ja, ik ben nooit zeker, maar de Heer is wel zeker. Ja? En hoe weet je dan dat je geroepen wordt? Als je geroepen wordt, moet je luisteren. Ja. Je moet gewoon naar de Heer gaan luisteren en ja, ergens luisteren wat hij... Zuster, als u dit nu ziet, hè, dat jonge leven, denkt u dan niet van... zelf heb ik dat jonge leven als vrouw nooit gekend, nooit moeder kunnen zijn? Dat was voor mij ook een heel erg probleem toen mijn zusje kinderen kreeg. Toen mijn zusje het eerste kind kreeg. Dat ik dacht, God, wat ben je aan het doen en wat ga je missen? Ja. Was je toen jaloers? Niet jaloers, maar het was toch iets dat ik voelde dat me ontbreekt. Hm? En dat ik, ja, waar ik, want ja, God, het deed pijn. Ja. Ja. Dus als je kiest voor het ideaal, betaal je er ook altijd een prijs voor? Tuurlijk. De Heer die spreekt ook ervan. Er is een schat, zegt hij, die in de grond ligt. En ja, als je die dan ontdekt, dan ga je heen en je verkoopt alles andere om aan die schat te komen. Dus heel logisch. Ik denk, in uw huwelijk hebt u hetzelfde. Er waren misschien een heleboel meisjes, maar er was één schat en die hebt u gekozen. En voor die hebt u alles andere gelaten. Weet u wat dit betekent? Wat? Nee, ik weet niet wat dat betekent. Ik zie het op alle deuren staan, tenminste op alle kozijnen. En bij de stal, bij de vakantiewoningen, overal zie ik het. In het kasteel ben ik het tegengekomen, overal. In het jaar 2005, Christus Mansionem Benedicat. Waar hebben die drie letters in het kerkje? Hoe heet het, de drie koningen? Melchior, Balthasar en Kasper. En Kasper. Ja. Dus op het feest van de heilige drie koningen. U bent in de buurt van Keulen eigenlijk, ja. In Holland. Ja. En daar heb je die drie koningen en die worden uitgestuurd om de huizen te zegenen. En dat doen wij dus ook. Dat is een traditie ieder jaar. En dat gebeurt dus op 6 januari? Op 6 januari gaan we met drie groepen over heel Zastrop. Het klooster, de woning en het kasteel, de stallen. En zegenen met wierook, met wijwater en met gezegende kreide. Alles. En we bidden onder die processie of als we dan gaan. Voor ons is dat heel belangrijk ook, hebben we gemerkt. Want iedere toerist vraagt... Wat is dit? Wat betekent dit? Ja. Ja, en zo kunnen we beginnen over de zegen te spreken, over God te spreken. Want iedereen is nieuwsgierig. Alleen u nog niet. Dit hier is de kapel. We hebben voor ons een hele duurbare plek, want we hebben iedere dag de heilige aanbidding.
Wat is dat precies, het allerheiligste sacrament? Het is God in verschijnsel van het brood. Ik denk dat het privé ontmoeten is van een zuster met de Heer Christus, met God zelf. Wij verruilen van ieder uur. Heeft het zin? Heeft het nut? Of is het allemaal nutteloos? Ik denk niet dat het nutteloos is. Als het nutteloos was, zou ik het niet doen. Als het nutteloos was. Maar weer een menselijke relatie. Een goed huwelijk, voor een goed huwelijk te kunnen leven, moet het echte volk minst een half uur per dag samen zijn. Een half uur de tijd voor elkaar. Ik meen niet samen voor de televisie zitten. Maar samen zijn om samen te kunnen spreken, om elkaar te ontmoeten, te voelen. Om te luisteren, te zien hoe ze het hebben. En voor ons is het hetzelfde. Ik kan mijn verhouding, mijn leven niet leven zonder werkelijk ook bij Christus te zijn. Hem in mijn ziel te laten spreken. Hem te zien. Ook hem te zien. Als u verliefd bent op een persoon en uw liefde of uw samen zijn met die persoon altijd erop uitgaat, ik wil wat krijgen, ik wil wat krijgen. Ik wil nu opmerkzaamheid krijgen, ik wil in het middelpunt staan, ik wil kusjes krijgen, ik wil, ik weet niet wat, ik. Dan zult u nooit voldaan zijn. Dan wilt u altijd voelen, die ander geeft mij niet wat ik zoek. Maar dat is omdat deze liefde op zichzelf centreerd is. Maar als u in een goede verhouding werkelijk denkt, hoe kan ik de ander blij maken? Wat kan ik doen voor de ander? Dat hij werkelijk voelt dat ik van hem hou, dat hij ontspant. Dan ga ik geven. En in dat ogenblik waar ik ga geven, kan ik ontvangen. En dat is hetzelfde met ons gebed. We komen te vaak in de kerk als wij nood zijn, als wij bang zijn, als wij onrustig zijn, als we iets willen. En we komen naar God en we spreken en spreken en spreken en spreken en vertellen hem een heleboel wat wij graag willen. Of we zeggen tegen de Heer, zo nou wil ik rustig worden. Ik wil rustig worden, ik wil dit hebben, ik heb uw hulp nodig daar. En dat is geen gebed, dat is egoïsme. U bent wel open over uzelf, over al uw twijfels en over al uw onzekerheden. Doet u zichzelf niet tekort? Ik weet het niet. Ik denk, ik doe me meer tekort als ik beter wil schijnen als ik ben. Ik doe me meer en ik doe ook mijn convent meer tekort als wij naar buiten een goede indruk willen maken, maar die niet de werkelijkheid is. Want dan begin je op tenen te lopen, dan begin je een showprogramma af te laten lopen. En daar doe je jezelf tekort. Maar te zeggen, oké, ik ben vol met fouten en ik ben echt niet die persoon, die heilige, die ik misschien graag zou zijn. Dan geef ik mezelf ruimte en ook God de ruimte in mij te kunnen doen wat hij wil. Of wat zou ik zeggen, te volmaken in ons. Is dat het probleem van onze tijd, dat wij juist onszelf overschreeuwen? Ik denk het. Ik denk dat we altijd bang zijn als arme mensen daar te staan. Ik denk dat we altijd een goede indruk willen maken. Ik denk dat we altijd werkelijk daarnaar zoeken indruk op anderen te maken, beter te verschijnen als we zijn. En dit maakt ons eigenlijk allemaal ongelukkig. Zuster, bent u vaak met alle zusters op het strand? Niet vaak, maar toch wel een keer. Ja? Ja. En één keer per maand? Hoe vaak zijn we bij het strand? Niet één keer per maand. Ik denk dat het wel bijna een half jaar geleden dat we hier waren. Het hangt ook een beetje van het weer af, van de situatie. En wanneer doet u het? Om een beetje
Ik vind de situatie geeft het wel. Het heeft me gewoon het gevoel... Nou is het nodig voor allemaal een beetje eruit te komen. Frisse lucht te krijgen. Van gedachten te veranderen. Ruimte te vinden. Zuster, we staan hier te midden van bijna alle zusters, van Zostroep, maar ook bij de zee, de Oostzee. En u gaat vaak de hort op. Waarom doet u dat? Om het blije boodschap van Christus, het nieuwe evangelie van Christus door de wereld te brengen. Om de mensen te raken, om hen te vertellen van Gods grootheid, van Gods nabij zijn en toch van zijn verte, om hem te wijzen. En daarom is het voor mij ook heel belangrijk, die internationaliteit die wij aan onze convent hebben, te zeggen, wij zijn allemaal één familie, één schepping van de grote God. Want u heeft zusters uit Colombia? Uit Colombia, uit Afrika, uit Polen, uit Tsjechië, uit Slowakije, uit Duitsland, uit België, uit Oostenrijk, uit Nederland. Overal vandaan? Denemarken, ja. Niet maar overal. Maar ik heb altijd begrepen dat het kloosterleven stabiliteit vraagt. Is het ook. Je moet blijven waar je bent. Ik denk voor Zostrop moet je een dubbele roeping hebben, zeg ik vaak. De roeping om werkelijk stabiel en contemplatief te leven, dat wil zeggen teruggetrokken. En op de andere kant ook de roeping voor een missionari. Voor mij is de wereld enorm klein. Ook al is hij groot, is de wereld enorm klein, want ik heb de wereld in mij. Maar bent u dan nooit bang dat de zusters hier rondom u u missen? Ik hoop het. Zuster, was velen zien wanneer moeder Teresa in Ausland is? De kop. De kop. En das Herz. En das Herz. Ja. Und. Waarom die kop? Ja, weil sie ist die Äbtissin und. Alle Fäden, die sammeln sich bei ihr. En moeder... Dat klinkt zo positief of alle zusters tevreden zijn met mij. Ik denk, in hun geloof zijn ze tevreden met mij, omdat ze herkennen Christus, de vertegenwoordiger van Christus in mij. En toch ben ik net zo in zonder naast de zusters, ben net zo zwak en heb mijn goede dagen en heb mijn slechte dagen, heb mijn goed humeur en mijn slecht humeur. Dus u bent een mens als alle andere mensen? Ja. Ik denk de zwakste van het hele convent. De zwakste? Van het hele convent, ja. En daarom kun je de leider zijn? Ik denk het. Want de zwakste verstaat ook de zwakheden van de ander. Begrijpt ook waar de anderen onder lijden. Wat hun moeilijkheden zijn. Ik denk ook dat is een genade van God. Zwak te mogen zijn om anderen te kunnen verstaan en anderen te helpen. Therese van de Jezus zegt weer... Het meer is het grote water en alle zonden van de wereld zijn één druppeltje van dit water. Dus neem alle zwakheid, neem alles wat wij lijden in de wereld. Doe het in het water, doe het in deze zee, of in het meer noemt u het. Dan is het weg, dan is het als niks. Daar is de twijfel als dingen mislukken. Daar is de twijfel als waarom hebben we nog geen bloeiende kerk? Waarom hebben we nog geen bloeiende gemeenschap? En op de andere kant is er ook de twijfel die van God gegeven is. Dus in weg zijn van dat de nabijheid van God niet meer gevoeld wordt. En dat heb ik in de laatste tijd heel vaak. In enorme eenzaamheid, in enorme
in een norm alleen zijn. Dus ik kan zijn met mijn zusters, we kunnen blij in de recreatie zijn en toch is er een eenzaamheid in mijn hart, in mijn ziel. Die enorm diep gaat, die zo diep gaat dat je zegt, dit leven kan ik niet doorleven. En ik denk dat dit toegelaten is van God om mijn verlangen naar hem te laten groeien, om mijn verlangen te hem te laten, ja, dieper te laten worden. In dit huis heb ik 10 jaar geleefd. 10 jaar geleefd? Ja. En wat heeft u daarin ontdekt? God. Ik heb ontdekt hoe zwak ik ben. Ik heb ontdekt wie ik eigenlijk ben, maar ik heb ook God ontdekt. En wie bent u eigenlijk? Ik ben een heel normaal zwak mens. Ik vergelijk me vaak met de heilige Peter. Vluggende reactie. Hevig. Hevig. Ja, dus wat zou ik zeggen? Vlug boos, vlug explosief, maar dan ook weer heel vlug. Ja, spijt van hebben en doorzetten. Geen pinteren, geen grote theorieën, maar het praktische leven. Zuster, we staan hier op de plek waar het voor u allemaal begonnen is. Ja. Waar u van alles heeft meegemaakt. Ik neem diep mijn pet af. Voor het feit dat, ja, als ik zie wat u er allemaal van gemaakt heeft. Ik. God. Ja, maar dat is te makkelijk. Je moet het wel doen allemaal. Ja, maar hij doet. Nee. Niet. Je hebt ook een eigen wil. Jojo, mijn eigen wil heeft ja gezegd tot de wil van God. Ja, maar dan moet je wel doorzetten en teleurstellingen overwinnen. Ja. En je handen vuil maken. En dat is goed. Is dat goed? En dat is goed. Ik denk dat dat het leven geeft, ja. Daar wordt de mens sterker van. Daar wordt de mens sterker van. En ik denk hetzelfde heb je in een familie. Vader en moeder die de handen vuil maken, die hebben een goed gezin. Vader en moeder die de handen vuil maken? Hebben een goed gezin, dus die zich niet te goed zijn om het werk te doen, om het huis mooi te maken, om iets te bouwen voor de familie. Dat geeft goede gezinnen, dat geeft samenhoud. Kom, we gaan naar de kerk toe. We zijn aan het eind van het bezoek aan Jutland, aan het Maria Jette-klooster. En ik wilde weten hoe zuster Teresa de rusteloosheid in haar bestaan combineert met de stilte van het klooster. Zou u dat uiteindelijk op deze kaart willen schrijven, zuster Teresa? Welke leefregel geeft u ons mee? Alsjeblieft. De leefregel van zuster Teresa is: de liefde van God leert ons, regels zijn om gebroken te worden. Zuster Teresa, zeer bedankt. Alle goeds in Jutland, ook allemaal alle goeds. En daarmee zijn we gekomen aan het einde van deze kloosterserie. Ik wens u nog een hele goede avond. En jullie allemaal, dag. Tot ziens, dag. Dag beste, God zegen. Dus dit is eigenlijk een plek buiten het klooster. U wilt graag dit laten zien, het kruis. Ja, omdat het voor mij in de sociale betrekkingen een enorm belangrijk plaats is. Wij noemen hem Knoesplas. En dat is genoemd naar een man die de vlugste, hoe noem je die de huis maken, metselaar? Metselaar, de vlugste metselaar van de omgeving was. Maar hij had alcoholproblemen en hij had problemen op den duur met stelen en zo verder. Zo, wij kregen hem 3 maanden waar hij straf moest afwerken. En in die 3 maanden was hij altijd bezig in de tuin. Maar hij was dus ook bezig in het oude klooster waar wij net aan het verhuizen waren. En iedere keer als ik weer kwam was er wat verdwenen. En dan moest ik weer heen naar hem en zei: Knoet,
de belletje mist, dat wat nou in de kerk hangt. Oké, zo bracht hij dat de volgende dag terug. En zo verder. Maar dat was een goede verhouding, want ja, in de diepte was het een hele goede man. Maar hij had dus zijn zwaktes. Een beetje stelen, een beetje alcohol en zo verder. En na een maand of 6 weken ging ik door de tuin en toen zag ik deze plaats. Dat kruis hadden we wel al, maar er was niks anders dan dit kruis. En hij had het altaar gemaakt en hij had die plaats eromheen gemaakt. En ik was zo geïmponeerd en ik dacht, gosh, die man gelooft officieel niet aan God. Die man heeft eigenlijk geen betrekking tot de kerk. Wat is dat groot dat hij vooraan een kruis beeldt, een altaar gaat maken met zijn eigen krachten, met zijn eigen materialen, met alles. En zo, hoe de geschiedenis doorgaat, werd die man binnen een paar weken ziek, dodelijk ziek en lag in coma in het ziekenhuis. En toen, ik doe dat altijd als onze medewerkers of iemand ziek is, ga ik die bezoeken. En ben dus daar geweest en ik wist, hij ligt in coma en hij, zo hoe men zegt, ze horen niet, ze zien niet en niks. En al die apparaten stonden vrij rustig. En ik ben heen gegaan, heb mijn hand op zijn borst gelegd en gezegd, Knoet, nu zul jij bijna sterven. Maar wees niet bang, want God heeft gezien wat jij gemaakt hebt. God heeft dat altijd gezien dat jij gedaan hebt. En God vergeeft je wat verkeerd was en verheugt zich erop jou te kunnen ontvangen in de hemel. En al die apparaten sloegen uit. En dat was zo sterk voor mij te zien dat ja, die barmhartigheid van God, die man op het laatst van zijn leven zoiets moois laat maken. En hij stierf toen ook een paar dagen achteraf. En ik was met zoveel vrede, omdat ik wist, hij is in de vreugde van de Heer. Hij is opgenomen, hij heeft het mooiste gemaakt wat hij maken kon. In altaar voor God. En hij had het begrepen toen ik het tot hem zei. Dus deze plaats hou ik altijd een grote eer. Als wij altijd denken, ons werk, daar heb ik zoveel over gesproken. Nou, dat je denkt, we doen niks en niks lukt. En we brengen geen ziel meer naar God. God zelf trekt de mensen naar zich toe. En dit is, deze plaats vertelt me altijd weer daarom. Jij kunt prediken, jij kunt vertellen, jij kunt lessen geven. Je kunt zoveel doen. Uiteindelijk is het God zelf die het doet. En dat was voor mij een boeiend belevenis. Om dat mee te maken zelf. En die plaats heet dus voor altijd naar Knoet? Naar die man Knoet, ja. Mm-hmm. Ja. Dus je hoeft geen theologie gestudeerd te hebben. Je hoeft geen groot redenaar te zijn om de kern van het leven te vatten. Precies. Precies. Je hoeft in geen klooster te zijn. Je hoeft niet in een klooster te zijn om de kern van het leven te vatten. Dat leert het verhaal van Knoet. Ja, ja. En dat is zo boeiend voor mij en zo mooi en ook zo troostend. Dus ik dacht, ik moet u hier naartoe brengen. En als we dus nou sacramentsdag hebben, als we processies hebben, het is altijd hier en het is altijd hier waar, ja goed, sacramentsdag is hier de mis. Ja. En bij de professie is de langste statie, ja. Het langste bidden, het langste uitrusten, is hier. Maar en wat leert het verhaal van Knoet nou in essentie? Dat wat je ook doet en wat je misschien ook verkeerd doet, de barmhartigheid van God er altijd is? Is altijd groter en ook de voorziening van God die toch toelaat dat je het, als je een beetje luistert, het goede doet. En dan alles wat van tevoren geweest is, oké, is geweest en is vergeven. Als je hart maar open is, dan als hij roept en bereid ook dat goede te doen. En dat moet ik werkelijk zeggen, dat heeft die man gedaan. Dat is troostend voor ons allemaal. Voor ons allemaal. Mm-hmm. Ook voor mij. Mm-hmm. Aan de ene kant was hij nog aan het stelen en aan de andere kant was hij voor de Heer het altaar te bouwen. Het mooiste wat je doen kunt.